I don't know. Ik had beter een grap over Erdogan kunnen maken. Dus helaas. Een nieuwe week, een nieuwe Gamerset Gear. En het is deze week tijd voor de Hori of niet Hori Edge 201 toetsenbord ding. Ja, het is een mechanisch toetsenbord, hè? Want Hori die zijn van de fightsticks af. Ja, dat doen ze nog steeds. En dan peripherals. Maar ze zijn in de PC gaming wereld gestapt. Dus ze dachten, nou, die PC gamers die willen wel lomp betalen voor een lekker mechanisch toetsenbord. Ja, dus je zou bijna zeggen dat elk merk dat op dit moment denkt. Het is echt inderdaad. Hè. Al die merken zijn allemaal tegenwoordig. Allemaal in de game. Want jullie hebben een limited geld, jongens. Dat weten jullie nog niet. Als je op je bankrekening kijkt. Elke partij, Asus, MSI, ze zijn allemaal bezig met dikke mechanische toetsenborden maken en muizen. Jullie hebben geld zat, joh. Jullie hebben veel meer geld dan wie dan ook. De e-sports money stroomt binnen bij jullie. Dus, het is een mechanisch toetsenbord. Laten we daarmee beginnen. Het speelt meteen in op het topsegment. Hori had zoiets van. We maken een nieuw zustermerk en het heet Edge. En we gaan niet beginnen bij het begin. Hè? We gaan meteen naar de professionele shit. Dus je moet ook echt zeker €170 rekenen voor dit toch vrij basale toetsenbord. Maar dat komt natuurlijk omdat Hori helemaal into the switches zit. Die zijn helemaal. Die zijn dat is natuurlijk, met die arcade sticks natuurlijk heel belangrijk. En dat die switches zijn, hebben ze gemaakt voor dit. Nou ja, niet diezelfde switches. Nee, ze hebben natuurlijk een mechanische switch gemaakt. En dat is wel van hun eigen makelij. En die is zeker niet verkeerd. Het is een hele robuuste, stevige switch met echt een hard geluid. En het leuke is ook dat ze zijn lekker plat, de toetsen. Ja. Dus je hoeft ze niet heel ver in te drukken. Ze zijn lekker robuust. Ze tikken op zich best wel aardig, al zijn ze wat zwaar. Vergelijken bijvoorbeeld met de zwarte Cherry switches. Maar het interessante is ook dat ze niet zo heel veel geluid maken. Ze hebben niet die klik zit er niet in. Vind je het fijn of vind je het vervelend? Op zich vond ik het juist wel ook een keer fijn om weer een keer een artikel te kunnen typen zonder dat ik mijn huisgenoot had. Nee, maar jij bent veranderd qua mening. Hè? In het begin wilde je zoveel mogelijk herrie en dat is nu Nee, dat valt op zich, dat valt tegen hoor. Want kijk, als je heel veel herrie wil, dan ga je voor die van Razer. Hè? Razer heeft die gele, de groene switches, die zijn heel erg clicky, maar niet heel zwaar. Dit is compleet anders, omdat het staat haaks op dat klikkie, want je hoort ze amper. Tenminste voor een mechanische switch. En ze zijn heel robuust. En ik moet ook zeggen, dit bevalt in zekere zin ook zeker wel. Okay. Het levert een soort houvast tijdens het gamen. Je weet sowieso dat als je erop ramt, als je het toetsenbord laat vallen, wat je ook doet, het blijft stevig in elkaar zitten. En dat moet je die gasten van Hori ook echt nageven. Ja, maar dat is volgens mij ook wel qua uiterlijk van het toetsenbord zo. Ja. Dat hij heel stevig is. Nee, inderdaad. Het is ook heel bazaal. Hè. Het is eigenlijk een aluminium plaat. Je hebt wat mooi afgewerkt. Kunststof, ja, dat gaat helemaal goed met het standaardje. En je kunt die dingen eraf halen. Het valt hier allemaal uit elkaar. De polsteun, het toetsenbordje zo, het kan allemaal. Heerlijk zo, het gaat goed, Peter. Het is goede handel. Het is gewoon een goede handel. Nee, maar het is, ik moet wel zeggen, alles is robuust en alles is goed afgewerkt. Behalve dan die polsteun die nou toevallig losbreekt. Want dat vond ik eigenlijk wel naar. Kijk, je kunt hem zo in je tas gooien, er gaat niks mee gebeuren. Je gaat naar een landparty, het wordt wild daar, maakt niet uit, er gebeurt niks mee. Maar die polsteun die voelt dan weer een beetje. Is dat niet met elke polsteun bijna? Nou ja, soms zitten ze ingebouwd en dan weet je, kijk, dat is stevig. Ja, maar hier zitten bijvoorbeeld die armpjes, die armpjes waarmee je erin klikt. Ja, als je dat in je tas gooit, dan denk je, haal ik er dat nog wel heel uit. Dus dat is dan misschien een beetje een minpuntje, want verder aan dit ding kan eigenlijk praktisch niks misgaan. Laten we beginnen over de pimp gedeelte, de lampjes en zo, instel. Je hebt software en natuurlijk hardware maten. Wat doet het aan lampjes? Nou ja, er zit natuurlijk boven elke switch eigenlijk zit een blauw ledje. Als je achter de ding staat, word je hem bijna verblind. Ja, nee, het leuke is, je ziet hem hier niet. Niet zoveel tenminste de ledjes, maar als je aan de andere kant kijkt, omdat het natuurlijk een open toetsenbord is, liggen ze wel mooi open en bloot. Het ding is alleen, ze zijn alleen blauw. Je hebt een aantal leuke profielen waarin je dingen kan doen met ripples en met lijnen en met fade in, fade out, dat soort zaken. Reactive, dat zit er allemaal op. Maar het is €170, mensen. En voor €170 heb je van heel veel fabrikanten heb je ook een mechanisch toetsenbord met volledige RGB-ledjes en veel meer customization-mogelijkheden. Dus dat is. Kijk, het is wel robuust en het werkt, maar dan qua lichtjes zou je eigenlijk zeggen van. Tenminste, als je dat belangrijk vindt. Nee, het is Gamers in blauw, dus dat scheelt over jullie in ieder geval. Blauw is een hele goede keuze dan meteen, maar het is wel €170 en dan denk je, ik heb eigenlijk alleen maar blauw. Terwijl in een ander segment heb je een ander toetsenbord wat alle kleuren van de regenboog doet. Dus het is een beetje. Hey Tom, ik was vereerd dat ik aan de slag ben met de Edge muis, de 101. Daar heb ik software mogen ondervinden waar ik niet zo heel blij mee was. Hoe zit dat met deze software? Ze doen het voor het eerst. Ja, Hori doet natuurlijk voor het eerst ook de eigen stuurprogramma's erbij maken. Ja. Het ziet er niet enorm fraai uit, net als bij de Edge 101. Het is niet
Ja, het werkt. En ze hebben nog een beetje proberen te denken aan stijlelementen. Maar het voelt wel een beetje alsof iemand het in Visual Basic heeft gemaakt. Iemand zou het letterlijk kunnen maken in Visual Basic. Dat is een beetje het punt. Het is niet heel afgewerkt of heel chic. Kijk, je kunt wel alles instellen, je kunt macro's erop klappen, je kunt testen hoeveel toetsen je tegelijkertijd in kan drukken. Om dat te is kijken echt heel vet. Ja, want de anti-ghosting zit er natuurlijk volledig op. Dus je gaat ook, dat is best wel een leuk spel, om te proberen alle knoppen tegelijkertijd in te drukken. Ja, dat kan, maar verder is het niet van, nou, fantastische software om over naar huis te schrijven of zo. Jammer. Overigens stond het wel meteen in het Engels. Dat weet ik niet. Jij had dat alles in het Japans bleef staan. Ja, maar vind ik jammer, want ik denk als je dan toch een nieuw product lanceert, doe dat dan qua software gewoon goed, weet je wel? Nou ja, weet je, software staat ook een beetje achter de hardware. Je wil gewoon dat je een degelijk toetsenbord krijgt dat echt robuust is. Het is inderdaad een licht minpuntje dat ze dan niet helemaal... Ja, maar als ze nou net even 5 uurtjes langer eraan hadden gewerkt, denk ik dan. Die stagiair die moest even 5 uur langer Nee, maar serieus, het zijn nooit de groundbreaking stuff, weet je wel. Maar het is wel slordig, weet je. Je komt met een nieuw product, denk nu niet zo slordig. Ja, nee. Nou ja, hardware technisch is er eigenlijk niks slordig. Software technisch dan, ja, dat is misschien een beetje een slordigheid. Al moet ik overigens wel zeggen dat hardware technisch de switches tikken heel lekker, maar je hebt bepaalde toetsen die dan weer een heel klein beetje anders aanvoelen. En dat is voor, kijk, je €170, je zit in het topsegment. Welke dan? De spatiebalk heeft een soort van andere toets die lijkt wat lichter dan de zeg maar basistoetsen. En de Enter, Shift, Caps Lock, dat soort zaken lijken weer net iets stroever. En het is €170. Caps Lock vooral. Ja, het is €170, dus je verwacht een product. Kijk, als je echt van mechanische switches houdt, dan wil je dat hele toetsenbord hetzelfde aanvoelt. Dat je altijd precies je vinger weet hoe ver je moet drukken en hoe robuust je moet rammen. Daar koop je een mechanisch toetsenbord voor. En dan is het dus juist wel weer een beetje slordig dat er sommige toetsen zijn waarvan je denkt van, hey, dat is toch even weer iets anders, zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de wat meer prominente misstanden, ik wil het slordigheidjes uit kunnen noemen. Voor de een is prominent, voor de ander denk je, nou ja, dit werkt. Oké. Het werkt. We gaan naar de conclusie toe. De Edge 201, ik gok een goede start met wat... Een goede start waar ze gewoon eigenlijk weer te ambitieus op ingespeeld hebben. Hetzelfde met de Edge 101 muis. Het zijn goede producten. Er zitten heel veel positieve punten aan, maar er zitten eigenlijk net iets te veel slordigheidjes aan om de prijs te vragen die Hori/Edge ervoor vraagt. Want ja. €170... Heel bazaal, ook niks aan USB of microfoon jacks, geen kabelmanagement. En dit is ook heel ernstig eigenlijk, een rubberen kabel. €170 mensen, dan verwacht je inmiddels toch wel een gewoven kabel. Gouden! Ja, goud! Ja, diamant! De connector is dan natuurlijk wel weer goud, want dat is natuurlijk standaard. Daar doen ze dan wel weer mee aan de standaard. Maar dit vind ik toch even benadrukken dat voor €170 wil je geen rubberen kabel meer ontvangen. Dat is best wel een... Kijk, jouw muisje had een Adamantium. Kabel. Ja, Adamantium. Adamantium. Het spul waar Wolverine mee is. Oh, ik heb Vibranium hier. Oh, Vibranium. Het spul waar Ultron mee is gemaakt. Ja. Nee, Team Wolverine. Team Wolverine ook echt. Ja, Team Professor Xavier. Maar ja, ongeacht van alle X-Men grappen. Het is een goed toetsenbord, maar het is eigenlijk iets te prijzig. Dat is het hele eieren eten. Mooi. En Team Spider-Man natuurlijk.